Hey, mijn naam is Anna. Ik ga jullie de komende tijd meer vertellen over wetenschap. En dit is mijn allereerste video voor Bright. Thanks. Leuk dat je kijkt dus. Ik ben heel benieuwd wat je vindt, dus laat dat vooral even weten. Je kan het bijna niet gemist hebben, maar robot Sophia komt naar Bright Day. Meet me at Tech Festival Bright Day. En mag gezegd worden, deze humanoid fembot haalde de afgelopen jaren meer screentime dan Beyoncé. Op Bright Day ga ik dus in gesprek met robot Sophia. Maar de reviews over haar zijn een beetje wisselend. Sommige mensen vinden haar een domme chatbot en anderen zijn helemaal lyrisch. In deze video wil ik jullie laten zien dat ze echt wel iets meer is dan een domme chatbot. Dat ze ook hele bijzondere eigenschappen heeft. Maar een hele slimme gesprekspartner, dat is het toch nog niet. Oké, dus het thema van vandaag is Artificial Intelligence. Of in gewoon Nederlands, kunstmatige intelligentie. Of in nog gewoner Nederlands, computers. Om even wat verwarring te voorkomen, kunstmatige intelligentie wordt vaak door de war gehaald met de term robots. Maar het is wezenlijk wat anders. Een robot is eigenlijk niet meer dan een domme kracht. Een robot kan vaak mechanisch een handeling uitvoeren, maar het kan niet echt denken. Neem bijvoorbeeld de robotarm in een autofabriek of de stofzuiger die uit zichzelf jouw vloer schoonmaakt. Kunstmatige intelligentie daarentegen, dat zijn eigenlijk meer computers. Dus dat zijn dingen die zelf informatie kunnen verwerken, beslissingen kunnen nemen, informatie kunnen geven en in het allermooiste geval zelfs kunnen leren. Voorbeelden van kunstmatige intelligentie zijn bijvoorbeeld Siri. Die kan horen wat je zegt en daar antwoord op geven, zelfs een beetje informatie. Hey Siri, waar kan ik goede koffie halen in de buurt? Een optie die ik in de buurt gevonden heb, is Your Coffee op Kerkstraat. Klinkt deze goed? Deze klinkt fantastisch. Maar ook de Google-algoritmes die bijhouden wat jij doet en dan vervolgens jouw advertenties aanpassen op jouw gedrag. Maar een van mijn lievelings is toch wel Tai, de Microsoft Twitter-bot die van menselijk gedrag leerde door te kijken wat mensen op Twitter zeiden en dat ging kopiëren. Helaas voor Tai leidde dat ertoe dat ze zich een beetje ging misdragen, op z'n zachtst gezegd. Je zou dus kunnen zeggen dat de robot eigenlijk niet meer is dan het lichaam, de shell ook wel genoemd. En de kunstmatige intelligentie is het systeem dat de informatie verwerkt. Dus een beetje de hersenen. En dan komen we weer terug bij Sophia, want Sophia is allebei. Dat is toch wel bijzonder. Even op een rijtje wat Sophia nou eigenlijk kan. Kijk, ten eerste is ze natuurlijk gewoon een hele goede chatbot. Ze kan een gesprek met je voeren, ze kan antwoord geven op simpele vragen zoals staat de deur open, ja of nee? Maar ze kan ook voorgeprogrammeerde vragen beantwoorden. En dan heb je best wel het gevoel dat je echt een gesprek voert. Oh, en ze kan vragen stellen. Ook best leuk voor een gesprekspartner. I promise I'm not going to steal your job. I'm just curious, what is it that you do? Ten tweede kan ze zien en luisteren tegelijk. Ze kan echt contact met je maken, dus haar ogen volgen jouw ogen, waardoor je het gevoel hebt, wow, ze ziet me. Maar ze ziet je ook echt, want ze neemt het waar. Ze kan je mimiek kopiëren, waardoor je het gevoel hebt dat ze emoties heeft. En tegelijkertijd is ze dus met je in gesprek. Dus ze luistert naar wat je zegt en daar geeft ze antwoord op. Ten derde kan ze dus eigenlijk wat Siri ook kan. Ze kan namelijk informatie zoeken op het internet of in de cloud die in haar hoofd is opgeslagen. Dus er kan informatie aan haar toegevoegd worden. En als wij dan een gesprek hebben over iets ingewikkelds, dan kunnen haar programmeurs gewoon erin zetten. Nou, we gaan het hebben over quantumcomputers. En dan kan zij er wat zinnigs over zeggen. Do you believe in a god? God is dog spelled backwards. Isn't that cute? Nou, en tenslotte, en dat is misschien wel de mooiste belofte, is dat ze kan leren. Ze zou dus vanuit de gesprekken die ze voert met mensen, zou ze leren welke gedragsdingen van haar succesvol zijn en welke niet. En daaruit moet ze dan opmaken hoe ze zich het beste kan gedragen om zo menselijk mogelijk over te komen. De vraag is, hoe intelligent is ze nou echt? En hoe testen we dat? Nou, er zijn niet zo heel veel manieren om dat te testen, maar in 1950 bedacht een computerwetenschapper genaamd Alan Turing een manier om in ieder geval te kijken of een robot in staat is om een mens voor de gek te houden. Nou, we nemen voor dit experiment een computer en twee testpersonen. Testpersoon Erwin en testpersoon Marijn. Erwin gaat in gesprek met Marijn en met de computer. En nou is de opdracht aan Erwin om erachter te komen wie van de twee de computer is. Dus hij stelt bijvoorbeeld de vraag, hey, wie van jullie is de computer? En dan zegt Marijn, zegt, nou, ik in ieder geval niet. En dan zegt de computer, nou, ik ook niet. Oké, daar heb je dus niks aan. Maar stel dat Erwin vraagt, hey, waar kom je vandaan? Nou, Marijn zegt, uit Weesp. En de computer zegt, de week kijk ik niet. Dan denkt Erwin, hey, dat is wel verdacht, dus misschien is dit de computer. Als Erwin erachter komt, heeft de computer verloren. Als de computer erin slaagt om Erwin voor de gek te houden, is hij geslaagd voor de test. Nou blijkt uit de gesprekken die mensen met Sophia hebben gehad, dat Sophia de test nog niet helemaal heeft doorstaan. Ze heeft namelijk heel veel moeite met het antwoord geven op vragen waar ze niet op voorbereid is.
Dat is toch wel handig als je menselijk over wil komen. Let me think. Sure. That is a very good question. Jongens, bedankt. Toch vind ik dat Sophia heel bijzonder is. Want de reden dat ze haar hebben ontworpen is in eerste instantie om contact te maken met mensen. En te kijken hoe mensen op robots reageren. En dat kan ze echt als geen ander. I like it and I am doing quite well. Thank you. You're welcome. Conclusie. Sophia is er nog niet helemaal. Maar ze is wel een hele mooie robot. Ze heeft hele mooie features, zoals mimiek, het nabootsen van mensen en het contact maken met mensen. En dat is toch waar ze uiteindelijk voor bedoeld was. Ze is misschien nog niet de aller slimste gesprekpartner. Maar goed, voor sommige mensen is dat ook helemaal niet zo relevant. Willen ze gewoon iets moois om naar te kijken. En dat is ze. Laat me vooral weten wat jij van Sophia vindt. En hopelijk zie ik je op de Bright Day. Dan ga ik op het podium met Sophia in gesprek. En dan kunnen we samen concluderen of je nou vindt dat ze slim is of toch niet zo. En als jij slim bent, dan zet je hier een duimpje neer. En dan abonneer je je op dit kanaal. En dan zie ik je hopelijk snel terug.